We zien hier nu Spiridula en ze heeft het meest blonde hondje. Spiridula, met de Maria. Maria? Ja, Maria is het meest blonde hondje. Dat is ook een klein teefje. En het andere hondje is Martina. Martina is een beetje donkerder. Ja, je ziet het verschil alleen omdat ze naast elkaar zitten. Martinula. Ze lijken natuurlijk best wel op elkaar. En ook heeft Maria witte pootjes, hè? Als proppen op de raakje. Zo, dus deze komen, Maria en Martina, komen van een winkelierster die dat hondjes vond en medelijden met ze had. Een Spiridula, die kende haar en heeft ze meegenomen. Ze zijn nu Peripool, Pendaminon, hè? Zo'n kleine 5 maanden, denk ik. En ze zijn gewoon heel klein blijvende hondjes. Dus het zijn wel pupjes, maar ik denk dat ze niet veel groter worden. Ze zijn dus echt een paar kilo na per partij, maar het kan in elkaar. We gaan nou kijken of ze iets willen doen. Maar meestal, als je wilt, dan doen ze niks. Dus laten ze maar gaan lopen. In de video, hè, Tora. Naar de partij. Hey. Martina, Maria. We halen ze een beetje gefijnd, hè. Laten. Even, hier. Maria. Kijk, Maria. Kijk, Maria. Ik ben Maria, ja, zo lief zijn die Marietje. Ah, lieve Maria, vind ik dat je lijkt. Left you see the other dogs. They are just watching what is happening in this video studio. Okay, now we go to a little. Queen Ali. Thank you. Martina! Hello, Martina, Gezi! Hello, Martina, Gezi! Πάτινα στην από εδώ. Πάτινα στην ίση. Het zijn net kleine muisjes. Van Dikja είναι. Ναι. Van Dikakja. Έτσι δεν τα σκυράκια. Het is echt klein grut. Ongelooflijk dat ze die hebben laten liggen. Zulke leuke kleine hondjes. Nou. We willen vast snel een fijne plek vinden in Holland. Ja. Dus zeg maar gedag, hondjes. Zeg dag, maar gedag. Dag. 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 Dag.